Zwitserland, Marino de Vlory, 70 kilogram, 32 jaar, 1,68 meter. Marino de Flori. En is opponent de IKBO Champion of Europe, the one and only Valdi Fast Champetti. Van de Shibari uit Brummen, 30 jaar, 67 kilogram, 1,80 meter. De IKBO Champion of Europe, Valdi Fast Champetti. En ik wil hier ook even alle woorden voor je, Anita. And this is going to be a 5 3-minute round, this super bout. Goed, de strijd zal gaan tussen Shawari in de groene broek en tegenover hem de kleinere man in het geel, Marino de Floren uit Zwitserland. Een hele kleine gedrongen man met enorme ballonkuiten, zoals u kunt zien. Shawari is wat ranker gebouwd, maar is waanzinnig bewegelijk. Zoals we dit zoveel hebben ontdekt. En we zullen kijken wat er gaat worden deze wedstrijd. Shawari in het groen komt uit Brummen uit Gelderland. Tegenover hem Marino de Florin in het geel uit Zwitserland. Shawari een superhandige puntenvechter, maar die echter heel moeilijk is aan te pakken. Hij loopt aan de binnenkant van het been door Shawari. De kleinere De Florin moet dichterbij zien te komen. Dat is lastig bij Shawari. Explosief is hij zeker, deze De Florin. Snel werk van Shawari. Links voorstaan, rechts voorstaan. Ja, dat is uiteraard de tactiek van De Florin. Die gaat proberen die Shawari in die hoek te zetten. Ja, de knie gesprongen. Goed werk van Shawari. Uitstekende knie. Het is een hele aparte stijl die Shawari heeft. Die bijzonder moeilijk is aan te pakken. Ook dat rechts voorstaand geeft hem heel goed de gelegenheid om met die knie te komen. En binnenkantbeen door Shawari bij De Florin. De dekking bij Shawari zit hoog en gesloten. De Florin blijft drukken. Maar hij moet uitkijken hoor, want die knieën van Shawari zijn handig. En hij is snel. Heeft een uitstekende oog op de zaken. Valdi Shawari. Vooralsnog nog geen vuiltje aan de lucht voor beide overigens. Want Shawari doet wat hij moet doen. En Florin ook. En uit de hoek van De Florin wordt geschreeuwd op het lichaam. Blijf naar het lichaam stoten. Ja, je zult wel moeten natuurlijk, want Shawari heeft een uitstekend benenwerk. Kan zich goed verplaatsen.
Blokkeert heel gemeen kort. Ook dat. Het publiek begint de naam van Jabari te scanderen hier. Valdir, Valdir. Maar er geeft hem weinig ruimte. Zodra de Zwitser probeert te hoeken, grijpt Jabari meteen de man beet en begint de clinch. Eerste ronde, gelijk opgaand. Jabari tegen Marino De Florin, de Zwitser in het geel, Jabari in het groen. De Florin komt uit de school van Andy Hug. Hij staat bekend om zijn goede traptechnieken, al hebben we nog weinig gezien daarvan tot nog toe, want hij krijgt ook weinig de kans voor bij Jabari. En steeds weer probeert De Florin die low kicks te maken, maar die worden heel gemeen en handig geblokkeerd door Jabari. Met dat harde stukje onder die knie. Van Jabari. Het probleem is dat Jabari zo gespecialiseerd is in het uitvechten van dit soort kleinere tegenstanders. Voor zijn gewicht is hij ontzettend lang. Hij is 1,80 meter en hij weegt maar 66 kilogram, deze Jabari. En zet af tegen die 1,65 meter van De Florin. En dan zien we het probleem waarin De Florin is aangeland. Jabari is gewend om tegen mannen te vechten die kleiner zijn dan hij. Die zou hij altijd op afstand kunnen houden omdat hij dat gewoon op getraind is. Vooral die Jabari. En al zoveel hebben zich vergist in die zo ongevaarlijk ogende Jabari. Ook de man met de blonde kuiten. Marino De Florin. Je ziet ook al dat de low kicks bij De Florin wat minder enthousiast gemaakt worden. Dat komt door die hele korte manier van blokkeren van Jabari. Hij zal meer aan die binnenkant moeten gaan van die benen of aan de buitenkant van zijn achterste been. Want keer op keer blokkeert Jabari met zijn rechterknie. En uit de hoek wordt geroepen, gaan als je benen. Maar ja, als je een paar keer een harde trap gegeven hebt tegen zo'n hard stukje boven die knie, onder de knie, dan piep je wel anders natuurlijk. Ja, Jabari punt. Jabari doet zijn eigen spelletje. Daar een rechter gestoot. Ja, wat speelsigheid bij de kant van Jabari. En dat wekt wat irritatie op bij De Florin. Maar deze ronde gaat naar de Nederlander. Net Web Internet Productions.
website K1, dus www.k-1.nl, gemaakt door Netweb Internet Productions. 20 meter groot K1 toernooi in Oberhausen in Duitsland. 10 grote vriendpaarden die gaan naar links in de sportbal, 16 stappen zijn er weer. En second out voor round 3. Derde ronde, Shabari in het groen uit Nederland. Marino de Florin uit Zwitserland. En tot nog toe is dit een wedstrijd waarin Shabari wat handiger vecht. Waarin de Florin probeert, maar nog niet is geslaagd in zijn objectief om te scoren, om dichtbij te komen. Ja, de Florin is natuurlijk tekort voor Shabari, hij komt er niet bij. Hij moet die afstand overbruggen, maar loopt dan steeds of in de clinch van Shabari of hij loopt er aan de knie aan. En de beenbewegingen van Shabari zouden misschien kunnen indikeren dat hij Mohammed Ali nou doet. Nou, dat kan wel stoppen, want hij is een grote fan van de voormalige grote wereldkampioen Mohammed Ali. En kijk eens hier hoe makkelijk hij hier staat te vechten. Valdi Shabari speelt hier een beetje met zijn benen, speelt hier een beetje met zijn voetenwerk. Geeft ermee aan dat hij weinig respect lijkt te hebben voor de kracht van Marino de Florin. De geblokte Zwitser probeert, maar komt er niet aan te pas. Kijk die dekking naar dicht staan. De dekking van Marino de Florin probeert, maar slaagt niet. Dit wordt een lastige wedstrijd voor de Zwitser. Oeh, botsing van stoot en knie. Shabari is je benen. Draait langs het touw heen steeds weer weg. Hij is zo handig. Het is zo irritant om zo te moeten vechten tegen zo'n man. Maar doe er maar eens van tegen. En daar gaat het om. Hoe kom je eruit? Hoe bepaal je toch die punten? Je strategie. De Florin heeft nog geen oplossing gevonden. Af en toe zien we kleine flesjes van wat zou kunnen zijn. Maar het is maar zeer incidenteel. De Duitser komt iets dichterbij. Gelijk op gaan erop. Vierde ronde. In het groen, dat is Shabari en tegenover Marino de Florin uit Zwitserland in het geel. Goede stoten van de Zwitser. Immer nur beschäftigen. Immer nur beschäftigen. Gut antworten. Jawohl.
De Zwitser zal veel meer moeten gaan boksen met Jabari in plaats van die benen te gebruiken. Daar zit Jabari te veel dicht. Hoog als hier zeker. Op de benen blokkeert hij erg goed. En misschien dat hij als hij eerst die stoten gebruikt om in te leiden, om daarmee bezig te zijn, combineren, dan kan hij trap. Maar in één keer is er weinig eer te behalen voor de Zwitser. Het is een vrij makke partij, eerlijk gezegd. Zowel van de kant van Shabadi op het ogenblik als van De Florin. Naar het lichaam, misschien nu dan. Ja, dat is goed werk van de kant van Jabari. Hij kan het wel. Hij kan die agressie hebben. Hij geeft. Maar dat kost veel kracht en hij moet hier vooruit kijken. Wel te zeggen, wat is styles make fight? Nou, deze twee styles don't match. Want dat loopt niet echt goed, die twee. Mooie schop van Zabari. De Florin loopt er achteraan, vergeet de ring af te snijden, waardoor Zabari makkelijk weg kan. En Zabari komt er ook moeilijk bij die korte gedrongen Zwitser. Einde van een vierde ronde. Een ronde die eigenlijk naar beide toe gaat. Vijfde en laatste ronde. Jabari in het groen, De Florin de Zwitser in het geel. En ik moet zeggen, het gaat heel gelijk op die twee. Er zal veel afhangen van de scoring in deze laatste en vijfde ronde. Dat Jabari een ware meester is in het verdedigen. En dat heel goed dicht houden bovenin. Zijn knieën goed voorbrengt steeds, ook in die touwen. En De Florin komt daar niet uit. Hij probeert wel, maar gaat ook eigenlijk zonder al te veel overleg te werk. En dat zorgt ervoor dat het een vrij saaie wedstrijd wordt eigenlijk. Dat is jammer. Misschien wat meer vuurwerk nu dus in deze laatste vijfde ronde. Dat heeft de partij ook nodig. Een beetje ingezakte wedstrijd.
Ze komen er niet goed uit, die twee. En rechterstoot. En de misser van Jabari die opstoot. De Florin bij die touwen en misschien dat Jabari nee. Komt zelf een nieuw uit en moet incasseren. Lachtens, grijnst erbij. Nou, in die laatste minuut misschien dan. Nu kan het gaan gebeuren. Misschien nu het spektakel waar we al 500 lang op wachten. Laatste gaan die jongens. Want die partij heeft het zo hard nodig nu. En dat is goed werk wat Jabari doet. Hij probeert die laatste ronde te winnen. Die laatste secondes tikken weg. De Florin komt terug. En weer hetzelfde stramien in die wedstrijd. Een onverstoorbaar naar voren wandelende De Florin. Jabari die weghuppelt. En de tactiek blijft hetzelfde, de tactiek blijft ook niet werken. Ook dat moeten we constateren. De zo gevreesde hoge Kyokushin trappen van de Zwitser komen er absoluut niet uit. En Jabari maakt de puntjes aan het eind van deze ronde. En komt daar door wel eens de wedstrijd zijn naam hebben geschreven. Al was het geen hoogstaande partij. Goed, we gaan kijken naar de winnaars van deze wedstrijd. Wie gaat het worden? Wordt het De Florin of wordt het Jabari of een onbeslist? Zijn gezien het feit dat er twee bekers staan, één grote en een kleine. De winnaar De Florin, dat is niet terecht. Dat is niet terecht. Absoluut niet. Maar goed, het is niet anders.